van de Sportpaleis Den Haag 2007. Ik vind het heel leuk, want hij kan er normaal gesproken niet bij zijn, maar vanavond wel. Guus Vogels! Geweldig dat je er bent op een goed moment. De felicitaties. Doet zo'n prijs nou nog iets met je? Toch zal het leuk. Zeker omdat ik het niet had verwacht. Überhaupt nog genomineerd te worden hier voor deze prijs. Kijk, in de vele prijzen komen teamsporters niet zo snel toe. Normaal zijn daar dan met je hele team. En nu of... Een eventueel een beste keeper award, zoiets is ook. Maar dit is voor mij echt de eerste keer, dus superleuk. Eigenlijk ben je ook wel een beetje een eenling in het team. Nou goed, het heeft me altijd wel aangesproken in het keeper zijn in een team. Je bent in het team, hè, je hebt de gezelligheid van het team. En het teamverband, je moet samen wat presteren. Maar uiteindelijk ben ik wel een eenling in een groep. En ik heb toch mijn eigen discipline. En dat maakt voor mij het wel aantrekkelijk om te keepen. Dat je of je doet het goed, of je doet het... fout. En de grens daartussen is natuurlijk vrij klein. Jij wordt ook wel de beste keeper van de wereld genoemd. Dat moet je toch strelen? Ja, tuurlijk is dat een heel goed gevoel, geeft het dan. Alleen, ja, het is echt een cliché, zo goed als je laatste prestatie. Als ik er straks 3 door mijn benen laat lopen, zegt men, ja, misschien is hij wel over de heel of dat soort teksten. Maar komend jaar wil ik graag aan iedereen laten zien, en voornamelijk aan mezelf natuurlijk, dat ik dat wederom kan doen. En zodoende met mijn team maximaal haalbare presteren. Je hebt nu even vrij, geloof ik, hè? Ja, ik heb vrij gekregen van de bondscoach. Vorig jaar is dat goed bevallen. Ik ga toch iets meer nu in mijn fase van mijn carrière om de kwaliteit in plaats van de kwantiteit. Ook op de lange termijn wilde die toch ook wat jonge jongens aan het werk zien. Nou, als ik meega, dan speel ik meestal. Dus zei, nou, neem nog maar een extra 2-3 weken vrij. Dus het komt mij ook wel goed uit met mijn gezin en werk. Wat ik dan nog wat even energie in kan stoppen. Want komend jaar wordt het gewoon alleen maar hockey eigenlijk. Ja.